We hebben dus zojuist Snake Week gezien. Ik hoop dat jullie onze keuze begrijpen. Tot ziens. We hebben zojuist de nieuwe film van Klaas de Jong gezien. Klaas de Jong is de meesterproducent achter films als... Leven Boerenliefde. Leven Boerenliefde, De Schippers van de Kameleon, De Scheepsjongens van Bontekoe. En dan nu Snake Week. Je zou gewoon eens voor de grap zijn IMDb-lijst moeten lezen als je toch even wil lachen. Laten we even kijken. Laten we even kijken naar zijn IMDb-lijst. Komt hier nu. Goed gedaan, Klaas. Maar goed, je begrijpt het, we zijn bij Snake Week geweest. Ja, we zijn niet heel positief over Snake Week. Dat heb je misschien... Denk je dat we dat hebben? Ik denk dat we vrij subtiel zijn gebleven. Ik dacht het ook. We hebben de 16-plus versie, want ook dat is nog eens bijzonder aan deze film. Ja, de film is er in twee versies. Een superbloederige, extreem gewelddadige, briljant inventieve horrorfilm... voor de volwassen horrorfan. Ja. Maar er is ook nog een versie voor kinderen gemaakt. Met de intenties om een echte goede horrorfilm te maken, die zijn daarmee wel heel duidelijk. Dit is geen film, dit is een strafbaar feit. We hebben een nieuwe ondergrens bereikt, mensen. Ja. Een nieuwe ondergrens is bereikt met deze film. Ja. Je moet je kapot schamen. Yep. Het is een schaamteloze rip-off van schaamteloos. Alle horrorfilms, maar dan... Waar op een of andere manier Scream en I Know What You Did Last Summer een soort van ironie vonden in de clichés en in dat soort dingen. Deze film vindt die ironie niet. Die denkt dat dat er is, maar dat door gewoon een hele slechte film met heel veel clichés te maken. Ja. Maar vergeet ironisch te zijn. Ja. Want dat is het niet. Nee. Het is gewoon slecht. Ja. Het is slecht. Er is geen één goede scène. Het is niet één. Er is geen één goede scène. Het gaat over een groep jongeren die verdacht oud lijken. Ze hebben diploma gehaald. Gaan op vakantie op Snake Week. Hebben daarvoor, 2 jaar daarvoor, wat gedaan wat iemand het leven heeft gekost. Maar dat hebben ze niet helemaal eerlijk over geweest. Nee. En nu is het tijd voor wraak. Dus nou, zelfs dat, weet je wel. De personages waar we moeten geven zijn allemaal klootzakken. En waarschijnlijk vinden de makers het niet. Weet je wel, in Amerikaanse films zijn het de nerds en de outcasts. Die zijn altijd een beetje sympathiek. Hier zijn een soort van de jocks en de enge korpsballen. Die zijn altijd de helden. Of in ieder geval, daar moet je sympathie mee hebben. Ik snap het ook niet. Maar de eerste 5 minuten denk je allemaal, ze mogen allemaal dood. Ze mogen allemaal dood. Ja. Dus waarom zit ik dan in die film te kijken eigenlijk? De archetypes die je voor nodig hebt. Het lieve meisje. Ja. De vervelende onschuld, gast. De nerd. Dat begrijpen ze niet eens. Dus we proberen op eind nog plot twists aan te halen, zeg maar. Op een gegeven moment dacht ik van, de twist is dat Johnny de Mol in beeld komt lopen. En dat de camera achteruit gaat en dat dan blijkt dat het een film is die gemaakt wordt door Downies. En dat was een betere twist geweest dan hoe het echt zat. Ja. Dat hier nog geld heen is gegaan door het filmfonds. Dit heeft geen enkele culturele, artistieke waarde. Nee. Het is gewoon echt oplichterij. Dit is embezzlement. Hier wordt de belastingbetaler keihard genaaid. Ja, hier hebben mensen belastinggeld aan uitgegeven. Waarom is geld daar deze film? Dit is niet nodig. Je moet iets meer terugkrijgen van de belasting dit jaar. Gewoon Snake Week. Dat moet er ook staan. Correctie wegen Snake Week. Ja. Iedereen, weet ik veel, wat heeft het gekost? Iedereen 25 cent terug. Precies. Furtje zit erin. Het is leuk dat zo'n gast het probeert. Of dat hij dan wordt gevraagd. En dat was dan waarschijnlijk een hele eer voor hem. Hij heeft het geluk dat hij er zo goed als uitgeknipt is. Want je ziet hem alleen maar op de achtergrond. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het beste wat hem is overkomen. Mm-hmm. Dat hij eruit geknipt is. Yep. Er is een kat. Dit is enger dan Snake Week. Inhoudelijk. Wat kunnen we hierover zeggen? Dat het script verschrikkelijk kut is? Het script is mager. En dan zijn we aardig. Nee, het script is minder dan mager. Minder dan mager, oké. Het script is... Ik wou nog een beetje aardig ...is maken. Dood, begraven en al in verre staat van ontbinding. Zoek diep in jezelf of je iets positiefs kan zetten... ...en dan gaan we kijken of ik daar iets tegen in kan brengen. Oké. We doen ons best om iets... Ik ga één poging doen. Misschien achteraf gezien, toen ik het zag, vond ik het verschrikkelijk. Maar nu de hele film heb gezien... ...zou je kunnen zeggen dat de intro, de aanleiding... misschien nog wel het meest efficiënte was wat in de film zat. Ja, de scènes waar piemels worden gemeten nadat ze in een bak ijs zaten. Ik zei niet dat het hoogstaand was. Ik zei dat het efficiënt was geschreven. Ik vond het eigenlijk al, dacht ik, dit is een dieptepunt. Ja, maar achteraf bleek dat niet het dieptepunt. Nee, het wordt wel erger. Ja. Het wordt wel erger, maar dat is alsof je een drol bekijkt en zegt, ja, het beginstukje... Kom er het makkelijkst uit. Precies. Maar dan camerawerk. Ja, want nee, dat was ook afschuwelijk. Je weet wel eens, je hebt wel eens zeg maar dat je met je telefoon iets probeert te filmen. Ja. En dat er dan je lens iets vettigs is waardoor alles zo flaart. En het leek alsof de hele film zo gefilmd was. Zo. Die rare hoeken inderdaad.
Heel vreemd. Hele rare hoeken hadden ze. Dus technisch mankeerde er zo verschrikkelijk veel aan deze film. Geluid. Ook geluid weer was verschrikkelijk slecht. Leren toch eens een keer mixen. Ja. En dit was wel weer een dieptepunt. Het is zeg maar de achtergrondgeluiden en de muziek en alles werd op hetzelfde volume afgemixt. Waardoor het gewoon een oorverdovende herrie was. Wat was goed in deze film? Het acteerdebuut van de dochter van Herman Brood. Jezus. Ja. Ja, er was wel meer vervalst yep. dit jaar. Yep. Ze is wel een soort van lekker. Ze heeft de meest stomzinnige scène van de film. Dat haar boot op een gegeven moment stopt. Denkt ze dat ze met de voeten wel kan trappelen om de boot weer aan de kant te krijgen. Dat is zo erg. Zie je waar we mee moeten werken. Ja. En dan, want er is een ander personage die is dan eerder van de boot gevallen. En dan, die komt ineens van onder water. Die is dan toch van heel ver komen zwemmen. Heel ver. Waarschijnlijk onder water. Want hij komt ineens niet zo uit het water. Omdat ze een schrik-effect wilden. Maar vergeten dat totaal niet logisch nee, is. Nee, maar waarom kom je onder water aan? Precies. Ik had echt wel van in het donker geroepen. Oh, hier ben ik. Hey, kom eraan. Wacht even op. Heb je wel eens proberen onder water te zwemmen als het helemaal donker is? Ja. Je ziet geen fuck. Nee. En dan okay. Precies op het goede moment boven komen. Ja, dat op een gegeven moment is er een meisje die verdwijnt. Oh ja. We gaan ook gewoon volop spoilen. Volop spoilen. We do not care. Nee. Die verdwijnt dan. Ja. En dan blijkt dus later, komt ze weer tevoorschijn, dan blijkt dus dat ze helemaal in plastic heeft ingewikkeld gezeten. Ze was eigenlijk al vermoord, hè? We dachten al dat ze dood was. Ze heeft in plastic ingewikkeld gezeten. In een tas is ze opgehangen. Ja. Dan volgens mij komt ze eruit, de tas valt op de grond. Ze maakt de tas open, ze haalt uit het plastic eruit. Ze snijdt het plastic open, ze blijkt nog te leven. Ze haalt adem en gaat dood. Ja. Door zuurstof gaat ze dood. Terwijl ze 2,5 dag of 1,5 dag in een plastic zak heeft gezeten. Ingewikkeld. Ja. What the fuck? Ja, maar ik waarschuw je zo vaak. Als ik weer een plastic zak over mijn hoofd heen trek. Precies. Niet zo snel eraf halen. Nee, gewoon laten. Laten. Dat weet iedereen. Alsof ze zeg maar in 2 dagen geëvolueerd is. Dat iemand die alleen maar kan leven in plastic. Alsof ze in een vis is veranderd. Doordat ze in het plastic heeft gezeten. Wat? Wat is het voor totale onzin? Zuurstof! Iedereen die aan deze film meegewerkt heeft, zou een taakstraf moeten krijgen. Ja, maar en nooit meer bij een filmset in de buurt mogen komen. Ja, maar dat weet ik. Tenzij echt blijkt dat het allemaal Downies waren. Ja. Dan vind ik de film ineens wel leuk. Of kinderen, dat het door kinderen gemaakt. Is dit een schoolproject van een kleuterschool? Misschien wel. Weet ik niet. Ik denk wel dat kleuters dit beter geregisseerd hadden. Ik denk het ook. Ik denk dat blinde kleuters dit beter hadden geregisseerd. Ik denk dat mijn kat dit nog beter had kunnen maken. Maar nu de positieve punten. Ja. Ja, we hebben niet heel veel meer om af te zeiken. Wat hebben we nog gehad? We hebben het verhaal, het acteerwerk, het camerawerk, het geluid. De montage. Kun je zeggen dat het heel slecht gemonteerd is? Mooi. Als je echt zoekt naar iets... Wat nog wel... Het was niet opvallend slecht. Nee, het was niet opvallend slecht gemonteerd. Dus de montage. Je begreep zeg maar wat er net geweest was en waar het nu was. En dan was het logisch dat het naar het volgende shot ging. Ja, nou, ik ben blij. We hebben een positieve. We hebben een montage. Yay, maar ik wil niet zeggen dat het goed gemonteerd nee, was. Nee, maar het was maar niet het was gewoon slecht. Het was gemonteerd. Super goed gedaan. Sorry dat we boos waren, maar het kon echt niet anders. Mocht je hem wel hebben gezien en je wil wat kwijt erover, heb je hulp nodig? Zoek ons op. Precies. Zoek ons op. We staan op social media. Het is belangrijk dat we hierover praten. Ik denk dat we praatgroepjes moeten organiseren. Ja. We snappen je. We zijn er voor je. We willen je heel graag bijstaan. Ja. Ja. Succes.